Daarna ziet u vandaag. Ook vandaag is de bevrijding gevierd. De klemtoon lag nu op Brussel. Sarajevo is erg onveilig. Misschien moet de paus zijn reis uitstellen. De Zuid-Afrikaan Albert Heijn blijft wereldkampioen motocross in de kwartliterklasse. Goedenavond, dames en heren. De plechtigheden rond de bevrijding van België een halve eeuw geleden concentreren zich vandaag op Brussel. De hoofdstad werd op 3 september 1944 bevrijd door de Britten, onmiddellijk gevolgd door de Belgen van de brigade Piron. Er was natuurlijk grote vreugde in ons land in die periode, maar op politiek vlak ook grote chaos. En daarover gaan we het hebben met onze gast, professor Marc van de Wijngaard. Professor, welkom in de studio. De herdenking van de bevrijding van Brussel begon vanochtend aan het monument van de onbekende soldaat. 11:15 vanmorgen. De burgerlijke, religieuze en militaire autoriteiten leggen bloemen neer bij het graf van de onbekende soldaat. Een eerbetoon aan elke gesneuvelde soldaat uit elke wereldoorlog. De koning in zijn uniform van de zeemacht doet hetzelfde. Het is 11:00. Overal in het land loeien de alarmsirenes. Het is dag op dag 50 jaar geleden dat de geallieerde troepen een overwinningsparade hielden in de straten van Brussel. Belgen van de brigade Piron deden toen mee. De koning groet de uitstrijders en de verzetslui van toen. Daarna defileren ze voor hem. Het zal niet de laatste keer zijn vandaag. Vanmiddag was er dan in Brussel het defilé van Belgische oudstrijders en militaire eenheden van de geallieerden die België hielpen bevrijden. Voor de optocht was er een zogenaamde bevrijdingslunch in het Egmondpaleis, aangeboden door premier De Hane. De veteranen van diverse landen die hier op bezoek zijn, waren op de lunch uitgenodigd. Prins Filip, prinses Astrid en haar man en prins Laurent waren er ook. De veteranen zijn met de prinsen uitgenodigd op het Egmondpaleis. Voor ze konden toetasten, mochten ze in de mooie salons eerst nog luisteren naar een gelegenheidswoordje van vicepremier Herman Van Rompuy. Bij het defilé op de eretribune het koningspaar met de Britse prins Andrew en premier De Hane. Aan de overkant leden van de koninklijke familie, verschillende ministers, diplomaten en natuurlijk oud-strijders. De veteranen mochten het bevrijdingsdefilé openen. In de regen paradeerden dan de detachementen van de verschillende landen die België hielpen bevrijden. Eén voor één werden ze voorgesteld aan de koning. De muziekkapel van de gidsen zorgde voor het muzikaal intermezzo. Alpha Jets van de Belgische luchtmacht openden het luchtdefilé. Waaraan ook een aantal mooie, oude toestellen deelnamen. Muziekkapellen voerden telkens een grote delegatie van hun eigen land aan. En de Amerikanen mochten de rij afsluiten met een korps dat nu is gestationeerd in Duitsland. Net als toen, ook op de 4 september van 1944 was er in Brussel een militair defilé. De bevrijders, de Britten en de Belgen van de brigade Piron trokken door de hoofdstad onder de toejuichingen van massa's enthousiaste Brusselaars. De dag ervoor, op 3 september, 's morgens vroeg, waren de Britten vertrokken uit Douai in Noord-Frankrijk. Dezelfde avond nog waren ze in Brussel. It must have been evening, you see,
It was the longest advance in any one day in the whole of history, including the whole of the Russian front, 93 miles in the one day. Ze kregen een bruisend welkom na hun lange mars. De Duitsers waren nog niet weg en de eerste Britse troepen hebben de oude burgemeester weer aangesteld. The first people I met in the town hall itself was van der Molenbroek and his little dog Rip and his clerk, two other officers there. And they said the Germans are in the library and they're trying to set fire to the building. And so I went in there and I do speak German because I lived in Germany. And I ordered them, they said, the British are here, lay down your arms and you'll be taken prisoners of war and you're safe. The point is that directly the Germans went, the occupational authorities' law became null and void. And we had to establish Mr. van der Molenbroek anyway temporarily under Allied authority. So I gave him an authority in writing myself to be the burgomaster of Brussels. What did not work out was the Germans set fire to the Palais de Justice. Die tegenslag kon de pret van de Brusselaars op 3 en 4 september niet drukken. Er werd gedanst en gedronken, maar ook behoorlijk wat geplunderd. Zelfs de bevrijders pakten een deel van de Duitse buit. One of my happiest memories, of course, in Brussels was going to the food stores. There were huge cans of jam, honey, cheese, tea, butter, large cans of that. And we helped ourselves to some of that. I remember going into quite a big room. And the whole room was nothing but cigars, the Germans had hoarded. And I took a complete truckload of champagne. Professor van de Wijngaard, in de eerste dagen van september 1944 heersten er in Brussel, maar ook elders in het land, nogal chaotische toestanden. Vaak was er geen bestuur. De militairen, hebben we daar gehoord, stelden burgemeesters aan. Hoe ging het daar eigenlijk aan toe? Ik denk dat het een machtsvacuum was, dat inherent was aan een overgangsperiode. De regering in Londen had geprobeerd maatregelen te nemen, preventief, om dat machtsvacuum te voorkomen. Maar zij rekenden bijvoorbeeld op de burgemeesters, op politie en rijkswacht, om de orde te handhaven, terwijl de helft van die burgemeesters door de repressie zelf waren getroffen of op de vlucht waren en de politie en rijkswacht waren ontwapend door de Duitsers. Dat maakte dus dat de straat open lag voor plunderingen, plunderingen waarbij de honger gecompenseerd werd die men tijdens de oorlog had ondervonden. En anderzijds wraakoefeningen op het nazi-systeem en op de handlangers van de nazi's. De regering die zat dus nog in Londen. Wanneer is die teruggekeerd? Die is op 8 september al teruggekeerd, dus tamelijk vroeg. Toen zij terugkwam, kon zij onafhankelijk beslissingen nemen? Of mogen we zeggen dat de geallieerden eigenlijk de baas waren in ons land? Of is dat te sterk uitgedrukt? Dat is zeker te sterk uitgedrukt. Je moet rekening houden, de regering was 4 jaar te gast geweest in Londen. Er waren afspraken gemaakt wat de buitenlandse politiek betrof, wat de defensiepolitiek betrof. Maar dat neemt niet weg dat die regering als een wettige, onafhankelijke regering zowel door Londen als door het verzet was erkend. Er zal een samenwerking komen, omdat grotendeels de bedoelingen van de geallieerden en van de regering samenvallen. Zij willen namelijk een hinterland hebben waar het tamelijk rustig is, waar de orde hersteld wordt, waar een wettig gezag heerst. Ja, we hadden niet alleen geen regering in ons land in die dagen, maar we hadden ook geen staatshoofd meer. Enkele dagen na de bevrijding legde de broer van de koning, prins Karel, die ook al een belangrijke rol had gespeeld voor het verzet, voor het parlement de eed af als regent. Zijn broer, koning Leopold III, was door de bezetters meegevoerd naar Duitsland. Hij zat samen met zijn gezin gevangen in dit kasteel, het slot van Hirstein aan de Elbe. De koning is lang in dat kasteel gebleven. Hij is na de bevrijding niet naar België teruggekeerd. Waarom? Hij werd gevangen gehouden door de Duitsers. Hij zal pas met het einde van de oorlog zal hij bevrijd worden door de Amerikanen. Hij komt niet terug. Ook omdat de regering, denk ik, ondertussen het politiek testament van de koning gevonden heeft. De koning had in januari 1944 een testament geschreven of een bericht geschreven, eerst en vooral bedoeld voor de geallieerden, maar ook bedoeld voor de
regering. En daarin werd onder andere gezegd, de koning hield koppig zijn neutraliteitspolitiek vol, dat hij geen woord van dank verschuldigd was aan de geallieerden, nog aan het verzet, en dat hij in elk geval niet zou willen dat er iemand van de ministers van Londen opnieuw regeringsverantwoordelijkheid zou dragen zonder een knieval voor hem te maken, zonder hun fouten die ze volgens hem begaan hadden in 1940, openbaar te bekennen. Spreek vanzelf, dat maakt de situatie van de koning praktisch onmogelijk, omdat hij ook, wanneer hij erom gevraagd wordt om terug te keren, die voorwaarden zal blijven stellen. Ja, voor die regering was er heel wat werk aan de winkel. Het land moest wederopgebouwd worden. Een van de meest opmerkelijke dingen die de mensen zich waarschijnlijk nog het best herinneren, is de financiële operatie van minister Gutt. Wat men er zich nog van herinnert, is waarschijnlijk dat de mensen hun zwart geld moesten inleveren. Maar wat hield die operatie precies in? Het was een monetaire saneringsoperatie. Er was tijdens de oorlog, de geldomloop was met 400% gestegen, terwijl er een grote schaarste was aan productie, aan producten. En dat wil dus zeggen dat er een inflatie dreigde op grote schaal. En die inflatie zou op lange termijn een muntontwaarding hebben meegebracht van een vierde tot misschien een derde van de eigenlijke waarde van de munt. Dat was rampzalig voor de wederopbouw. Vandaar dat de Gutt die operatie in Londen heeft voorbereid en die hier vrij snel in het bevrijde land is doorgevoerd. En wat hield ze precies in? Mensen moesten hun biljetten, de grotere biljetten, inleveren en ze kregen een heel klein bedrag terug. Het grootste deel van het bedrag dat ze ingeleverd hadden, werd geblokkeerd. 40% tijdelijk, 60% werd definitief geblokkeerd. Dat wil dus zeggen, zoals u zelf hebt aangegeven, dat de mensen met heel veel geld die tijdens de oorlog op een onrechtmatige manier geld hadden verdiend, voor een deel werden afgestraft. Maar de eigenlijke fiscale maatregelen zouden pas nadien komen. De eigenlijke maatregelen bedoeld om de oorlogswinsten af te romen, zijn dan als een tweede trein vertrokken na die muntsanering. Over één punt zou ik nog willen hebben. Sociaal gebied, daar is ook een belangrijke stap gezet na de oorlog. Er is het zogenaamde sociale pact. Dat was voorbereid tijdens de oorlog, maar dan hier in illegaliteit. Er was in de late jaren 30 voor het eerst overleg geweest tussen overheid, vakbonden, patroons, wat we nu de sociale partners noemen. Dat was de eerste keer. Tijdens de oorlog is men opnieuw begonnen in augustus 1941, heeft ongeveer 3 jaar gewerkt en uiteindelijk is er in april 1944, dus kort voor de bevrijding van het grondgebied, is er een pact van sociale solidariteit tot stand gekomen. Wat daarna de oorlog heeft aanleiding gegeven tot een uitwerking onder meer met de rijksmaatschappelijke zekerheid. Bedankt voor uw toelichting. De bevrijding van de hoofdstad was voor de Brusselaars aanleiding tot een uitzinnig volksfeest. Dat hebben we op de beelden van toen kunnen zien. En ook bij de herdenking van de bevrijding, 50 jaar later, wordt er in de hoofdstad gefeest. In het Warandepark, tussen het Koninklijk Paleis en het parlement. We gaan er even de sfeer proeven. De hoofdstad viert de vrijheid op geheel eigen wijze. En la libération. Et vive la liberté. Voilà pourquoi en ville je me sens chez moi. Tussen parlement en paleis is het feest, een rood-geel-zwart feest. Bij de bevrijding is iedereen weer Belg. Jongeren van nu, op tanks van toen. Brussel laat zich nog gaan tot middernacht. Dat was Brussel, maar ook in Limburg is de bevrijding herdacht. En een vaak vergeten tragedie uit die dagen is de slag om Hechtel, een dorp op zo'n 20 kilometer ten noorden van Hasselt. De Britten waren net in Beringen het Albertkanaal overgestoken en op 6 september stuitten ze in Hechtel op hevige Duitse weerstand. De bevrijding van Hechtel zou 6 dagen duren en meer dan 200 mensenlevens eisen. Jan Holderbeke volgde vanmorgen de herdenkingsplechtigheid. Hechtel was eigenlijk maar een klein dorp, maar toch is hier de zwaarste slag in de bevrijding van de provincie Limburg geleverd. Er kwamen 67 Britse soldaten om, 124 Duitsers en 35 onschuldige burgers. De herdenkingsplechtigheid begon met een mis in de Sint-Lambertuskerk. Er was een delegatie van de Welsh Guards, de Britse eenheid die indertijd Hechtel hielp bevrijden. Hier vielen meer dan 200 doden, onder hen veel burgers die zomaar door de Duitsers werden geëxecuteerd. Op de 10e september 11 mannen. Die 11 mensen zijn dus meegenomen, we hebben die zo in weggehaald. De vrouwen waren in paniek. Wij moesten terug in de kelder van de Duitsers. En de mannen zijn dus een 100 meter over de weg
gemitrailleerd. Bij een plechtigheid op het kerkhof van Hechtel werd hulde gebracht aan de Welsh Guards. Maar brigadegeneraal Wickert wuifde de Belgische dankbetuigingen weg. I salute you who were in the resistance and who died and had the courage to face up to the daily life of the Nazi regime and the Nazi occupation. Na een bloemenhulde werd de plechtigheid afgesloten met een eresalvo. Tot zover de herdenking van de bevrijding van België. In de Bosnische hoofdstad Sarajevo zijn de voorbereidingen begonnen voor het bezoek van de paus. Johannes Paulus heeft gezegd dat hij donderdag Sarajevo wil bezoeken. Maar de Bosnische Serviërs weigeren garanties te geven voor zijn veiligheid. De UNO maakt zich grote zorgen, te meer omdat in en rond de stad het geweld weer is opgeleid. Maar misschien blijft de paus toch nog in Rome, want volgens de nuncius in Sarajevo is een definitieve beslissing over het bezoek nog niet genomen. De pauselijke nuncius in Sarajevo ging vanmorgen naar de leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic. Hij probeerde garanties voor de veiligheid van de paus te krijgen, maar de Bosnische Serviërs wilden die garanties niet geven. Zij vrezen dat de moslims de paus zullen aanvallen en de Serviërs daarvoor zullen beschuldigen. Daarmee blijft het bezoek van de paus onzeker. Tijdens een massaal bijgewoonde mis in Sarajevo moest de pauselijke nuncius dan ook aankondigen dat een definitieve beslissing nog niet is genomen. Sono tuttora delle difficoltà che non hanno consentito di prendere già la decisione definitiva. De onzekerheid over het pauselijke bezoek aan Sarajevo belet niet dat de voorbereidingen al in volle gang zijn. Onder meer in dit schaatsstadion, waar de paus een openluchtmis wil opdragen voor 25.000 gelovigen. Maar het stadion ligt in het schietveld van de Serviërs en is dan ook een ware nachtmerrie voor de UNO-blauwhelmen die dit stadion sinds gisteren bewaken met het oog op het pauselijke bezoek. Een half uur voor het bezoek van de UNO-bevelhebber voor Sarajevo aan het stadion kwam het trouwens nog onder Servisch vuur te liggen. De inwoners van Sarajevo verwachten dat de paus hun zaak zal bepleiten en onder meer de etnische zuiveringen van de Bosnische Serviërs zal aanklagen. De afgelopen dagen zijn weer eens honderden moslims gevlucht uit het Servische gebied in Bosnië, nadat ze uit hun huizen waren verdreven. Rond deze tijd komen Cubaanse en Amerikaanse onderhandelaars in New York opnieuw bijeen om een oplossing te zoeken voor het Cubaanse vluchtelingenprobleem. Sinds begin augustus hebben al 23.000 Cubanen hun land verlaten. Om die vluchtelingen op te vangen zijn de Verenigde Staten begonnen met de bouw van een nieuw vluchtelingenkamp in Panama. Met overvolle, zelfgemaakte vlotten blijven honderden Cubanen hun land ontvluchten. Meer dan 800 vluchtelingen werden de voorbije 24 uur opgepakt door de Amerikaanse marine die permanent patrouilleert voor de Cubaanse kust. Tijdens de patrouilles werden overigens 5 Amerikaanse Cubanen gearresteerd omdat ze ervan verdacht worden Cubanen naar de Verenigde Staten te smokkelen voor geld. Inmiddels is het Amerikaanse leger op hun basissen in de Panamese kanaalzone begonnen met de bouw van een nieuw vluchtelingenkamp. Daarin zullen 10.000 Cubanen kunnen verblijven. En dat moet de druk wat verlichten op de Amerikaanse basis Guantanamo, die op Cuba zelf ligt. Daar verblijven nu al meer dan 20.000 Cubanen. In New York komen rond deze tijd Cubaanse en Amerikaanse onderhandelaars opnieuw samen in een poging een oplossing te vinden voor het vluchtelingenprobleem. Voor deze Cubaanse betogers is er maar één oplossing. De Cubaanse president Castro moet weg. De betoging dreigde zelfs even uit de hand te lopen. Het kwam tot een handgemeen met de politie, waarbij 3 betogers werden opgepakt. Tijd voor het sportnieuws nu en daarvoor geef ik het woord aan Ivan Sonck. Ja, het eerste klassevoetbal lag dit weekend stil met het oog op de belangrijke partij België-Armenië volgende woensdag. Geen voetbalnieuws dus vanavond, wel onder meer motocrossen. De Belg Stefan Everts is er niet in geslaagd alsnog wereldkampioen in de kwartliterklasse te worden. In de slotrace nabij Stuttgart liep hij onvoldoende in op de Zuid-Afrikaan Greg Albertijn. Stefan Everts had voor deze grote prijs 17 punten achterstand op Albertijn.
De Limburger kon eigenlijk alleen wereldkampioen worden als hij vandaag foutloos reed en Albertijn in een van de twee reeksen met pech af te rekenen kreeg. In de eerste manche nam Evert meteen aan de start de leiding. Albertijn geraakte bij het vertrek achterop. Albertijn, hier met nummer 1 als regerend wereldkampioen, begon dan aan een helse achtervolging. Evert won de eerste manche, Albertijn werd nog derde. Evert liep daardoor 5 punten in op de Zuid-Afrikaan. In de tweede reeks moest de Zuid-Afrikaan alleen maar in het wiel van Evert blijven, maar nu was het Evert die zijn start miste. Evert, rechts in beeld met nummer 2, remonteerde nog wel Albertijn en werd zesde. Albertijn werd zevende. De eindzege in de grote prijs van Duitsland was voor de Brit Kurt Nickel. In de WK-eindstand behoudt Albertijn 11 punten voorsprong op Evert. Albertijn is voor de derde keer op rij wereldkampioen. 2 jaar geleden in de 125cc, vorig jaar en dit jaar bij de kwartliters. De belangrijkste Belgische uithoudingswedstrijd voor wagens is de 24 uren van Francorchamps. Maar de Vlaamse tegenhanger, de 24 uren van Zolder, wordt zo langzamerhand bijna even populair, ook dankzij allerlei feestelijke nevenactiviteiten. De race telt trouwens mee voor het regelmatigheidscriterium om de Kanklas Cup. Gistermiddag om 16:15 namen 59 wagens de start van de 24 uren van Zolder. Halfweg de wedstrijd verschijnt de Porsche nummer 27 van Thiers, Dupont en Thaels aan de leiding. Een positie die ze niet meer afgeven. Achter deze Porsche vechten Robrechts en Steukers een duel uit om de tweede plaats. Op minder dan 1 uur wedstrijd vinden we de Porsche nummer 23 van Robrechts in tweede positie. En de Renault van Steukers komt als derde voorbij. Een korte, maar hevige regenbui op 3/4 van het einde brengt hierin geen verandering. Thaels, Dupont en Thiers winnen dus. De Porsche nummer 2 met Van Ierschot, Kumpen en Kremer eindigt na een zware inhaalrace toch nog vierde. Ze zijn nu al zeker van de titel in de Carglass Cup. Vreugde op het podium en bij een van de 3 overwinnaars von Staals. Voor 1 keer in een ander team en dus geen punten ondanks de overwinning. Nee, maar die punten, dat zegt me eigenlijk weinig. De overwinning die telt me. Voor het kampioenschap, dat kan ik binnen 5 jaar nog. Gelukkig? Heel gelukkig. En het slotwoord krijgt de nieuwe kampioen. Ja, en wij zijn kampioen nu. En dat is voor ons, dat hadden we nooit meer verwacht. Ik ben daar uitermate gelukkig mee. Vooral voor de jongens, vooral. Omdat wat die vandaag gepresteerd hebben, dat, en hoe die te werk zijn gegaan, dat grenst aan het ongelooflijke. Oudere kijkers herinneren zich ongetwijfeld Jeff, bijgenaamd Poeske Scherens. Scherens werd in de jaren 30 en 40 7-maal wereldkampioen snelheid. Hij stichtte de beroemde Leuvense Stoempersclub en leende zijn naam aan een wedstrijd die nu al bijna 30 jaar bestaat. De grote prijs Poeske Scherens. Van een peloton met daarin namen als Nelissen, Ludwig, Blankaert, Bomans, Capiotten, Van den Broeke mag je wat beroepsernst, laat staan, strijdvaardigheid verwachten. Niets daarvan. Ruim 100 kilometer kuieren door een overigens aantrekkelijk hageland, zonder 1 echte demarrage. De mannen van de organiserende Stoempersclub hebben het zich ook anders voorgesteld. Als wedstrijdleider Ronnie van Holen de wandelaars even op hun plichten wijst, gebeurt er toch nog wat. We zijn 110 kilometer ver, grondgebied Zoete Waters, en we zien 4 leiders. Zoek niet naar grote namen, we doen het met de Belg Johan Verstrepen, de Italiaan Mauro Bettin, de Nederlander Jans Koerts en nog een Belg, Peter Wuits. Er komt wel wat reactie in het peloton, eerder flauw, en de 4 bereiken met ruime voorsprong de universiteitsstad. Nog 30 kilometer, de winnaar zit echt hier vooraan. In de tweede van de 3 plaatselijke ronde demareert Johan Verstrepen. De 3 aarzelen, Verstrepen neemt 10 seconden, 13 seconden niet meer, en dat blijkt onvoldoende. 1 man komt nog terug, de Italiaan Mauro Bettin, in de laatste ronde. Wuits en Koerts strijden daar nog voor de 3e plaats. Op de Cesarsberg, in Leuven ook wel de Boelenberg, wil Bettin Verstrepen graag kwijt. Maar Verstrepen weert zich, we gaan dus naar een sprint met 2. De Italiaan Bettin zet die sprint van ver in en wat Verstrepen ook doet, verder dan het achterwiel komt hij niet. Bettin dus voor Verstrepen, Koerts wordt 3e, Wuits 4e en Skibi voor Nelissen en Bomans 5e. Mauro Bettin is een neoprof van 25 uit Treviso. De grote prijs Scherens is zijn 3e seizoenszege. Bij de amateurs won hij vorig jaar nog de Ronde van Henegouwen. Het leverde hem met 12 andere overwinningen een contract op bij de ploeg Museum.
In Rome worden tot volgende zondag wereldkampioenschappen zwemmen gehouden. De voorbije dagen stonden er traditioneel in het teken van de nevensporten, waterpolo en schoonspringen. Vanmiddag werd er gestreden om de wereldtitel in het schoonspringen van de 3-meterplank. De bronzen medaille is voor de Chinees Wang. Deze binnenwaartse 3,5 salto is een van zijn beste sprongen. 638,220 is zijn eindtotaal. De Rus Dimitri Soutin pakt de zilveren medaille. Een omgekeerde 1,5 salto, gecombineerd met een 3,5 schroef, is zijn beste sprong. Zijn eindtotaal bedraagt 646,590. De Chinees Yu was de beste in de kwalificatieronde. Hij maakt zijn favorietrol waar met een gouden medaille. Door zijn regelmaat maakt hij het verschil met de concurrentie. Onder meer met deze rugwaartse 2,5 salto. Zijn puntentotaal na 11 sprongen is 655,440. Morgen begint het zwemtoernooi daar in Rome. Terug naar ons land met de nationale kano-kampioenschappen in Hazewinkel. Op de slotdag van het Belgisch kano-kampioenschap in Hazewinkel vonden we 3 interessante finales terug. Niet toevallig steken daarbij dezelfde namen de kop op als gisteren. In de 500 meter K1 Heren Elites wint Mark van de Weijer voor David Taboureau. Deze laatste pakte gisteren reeds de titel op de 1000 meter en vertrekt aanstaande dinsdag samen met van de Weijer naar het WK in Mexico. In de 500 meter K1 dames kent Delphine van de Venne geen tegenstand. Met sprekend gemak wint ze haar 6e gouden plak van het weekend. Bovendien een persoonlijke recordverbetering met voor het eerst een duik onder de psychologische 2-minuten grens. De vorm is er, een halve finale moet dus kunnen op het nakende WK. Hier op het basiskampioenschap is er wel weinig tegenstand. Ik heb alles gewonnen, maar ik zie dat meer als voorbereiding voor het WK. En ik hoop daar zeker een halve finale te geraken. De titelstrijd werd vanmiddag afgesloten met de 500 meter K4 Heren, altijd een spectaculair nummer. Het kwartet uit Neerpelt met onder andere WK-gangers Stevens en Van de Weijer ondervindt daarbij meer tegenstand dan verwacht van het Mechelse viertal. Maar Neerpelt haalt het met een halve bootlengte, waardoor meteen de laatste gouden plak een laureaat kende. Uitgebreider sportnieuws in Sportweekend, straks om 9:45. Bedankt. En voor we eruit gaan, wil ik u graag attent maken op een nieuw programma van de nieuwsdienst. Het heet Ter Zake en het is vanaf morgen te zien, elke werkdag op het tweede net om 10:00. Bij een nieuw programma hoort een nieuw decor en aan de opstelling daarvan in Studio 17 is het hele weekend getimmerd. Ook wij van het nieuws zullen aan de grote tafel een plaats hebben. Het vertrouwde decor waar we 5 jaar hebben ingezeten verdwijnt. Hoe het nieuwe er precies zal uitzien, dat kunt u beoordelen vanaf morgen. Tot slot herhaal ik nog even de belangrijkste punten. Met een volksfeest in het Brusselse Warandepark worden vanavond de nationale plechtigheden naar aanleiding van de verjaardag van de bevrijding afgerond. De paus staat erop om donderdag naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo te gaan. Maar de situatie in de stad is erg gevaarlijk. Het is dan ook nog niet zeker dat de paus zal gaan. En morgenochtend, dat wou ik toch ook nog meegeven, beginnen de vrachtvervoerders een langzaamaan actie op de weg. De Rijkswacht vreest dat het verkeer ernstig zal worden ontwricht en raadt iedereen aan ofwel het openbaar vervoer te gebruiken, ofwel zeer vroeg of laat te vertrekken, of een snipperdag te nemen. Raakt u toch klem in een file, zo zegt de Rijkswacht, bewaar dan uw kalmte. Zo, u hebt een lange avond om de juiste keuze te maken.